voelde me een beetje zo'n Sinterklaas die op de koets zat. Wel, maar dat was inderdaad een mooi ritje, ja. Met een speciale rijtuigtocht is het nieuwe pad voor paardenmenners door natuurgebied Het Zwarte Veen in gebruik genomen. Recreatie en natuur komen samen op de locatie in het buitengebied van Varsseveld, waar ook ruimte is voor wandelaars en fietsers. Is het pad goedgekeurd volgens u? Ja, het pad is absoluut goedgekeurd. Ja, het ziet er mooi uit en het is leuk om die paarden zo fanatiek daarmee bezig te zien. Het was al een prachtig gebied, maar wat we nu hebben gedaan is nog een extra impuls gegeven op recreatiemogelijkheden. Fietspaden, wandelpaden, minpaden en een stukje extra natuur, 18 hectare extra natuur aangelegd. Waarbij we een grotere beleving kunnen maken met elkaar in dit gebied. Ik heb natuurlijk het voorrecht dat die bestuurders die mogen in zo'n kar en mogen mooi rond natuurlijk. Ja, en de aanplant moet nog wel her en der geschieden. Dus ik denk als we in het voorjaar zijn, dat het wat zonniger wordt, dan ga je nog meer genieten. En we gaan in het voorjaar ook nog een flink aan de weg timmeren. Dan gaan we het hele gebied als het ware opgeleverd. En dan wordt ook iedereen uitgenodigd om het ook te gaan bekijken. Maar het is nu al een heel mooi gebied geworden. Ja. Naast voor recreatie en natuur is het gebied ook belangrijk voor het waterschap Rijn en IJssel. Bij piekbuien en bij extreme droogte moet er water worden vastgehouden. Het is ontzettend belangrijk dat we dit breed doen in het hele stroomgebied. En dat we overal zoveel mogelijk water vasthouden. Echt vertragen om te zorgen dat het niet naar de IJssel wordt afgevoerd. Of zo min mogelijk naar de IJssel wordt afgevoerd. Dat is het enige antwoord wat we kunnen geven op die extreem droge zomers waarvan we er nu al een aantal hebben meegemaakt. De ontwikkeling van het gebied begon in 2005 in samenspraak met onder meer lokale agrariërs. Het is een van de locaties in de gemeente Oude IJsselstreek waar een zogenaamde gebiedsgerichte aanpak is uitgerold. Dit is een van de voorbeelden. Engbergen is ook zo'n gebied waar we ook in 12 tot 15 jaar zo'n gebiedsproces doorlopen zijn. Ik denk dat het zeker een voorbeeld is. Tijd nemen met elkaar, rust nemen met elkaar, iedereen het comfort geven en gezamenlijk de doelen bereiken, is het zeker een voorbeeld. Absoluut. Voor de Oude IJsselstreek is dit gebied een van de prioritaire gebieden als het gaat om toerisme en recreatie. Dus het heeft ook heel veel aandacht en daardoor komt er natuurlijk de fase van aanplant en onderhoud en beheer. Dus er blijft continu aandacht voor ons mooie gebied.